Eén van harte goedemiddag, welkom bij deze live uitzending alweer vanuit de studio's van DTV hier aan de Beterwonenstraat. Eerder hebben wij een interview gehad, ik denk vorige week moet het zijn, hebben wij een interview gehad met mevrouw Monique. Mevrouw Monique is van de organisatie Guafesifu Busikonde. En we spraken over een videootje, een filmpje vanuit SWB, waar mensen opgeroepen worden om dus dan houtconcessies aan te vragen, gemeenschap, bos en al die zaken. Dat gesprek is geweest, de inhoud, als je het gesprek hebt gevolgd, is daar. Trouwens, je kunt het nog op gaan opzoeken hoor, dan vind je het op de YouTube-channel van DTV. Maar, hier komt het, na het interview werd ik weer gebeld met de mededeling dat er bedreigende woorden zijn geuit richting deze mevrouw Monique met wie wij gesproken hebben. Wat die dreigende woorden zijn, moeten wij dus dan horen in de uitzending. En hoe zij tegenaan kijkt, dat hoort u zo direct. Ook vanuit Nederland hebben we reacties gehad, bijvoorbeeld mevrouw Asawini heeft ook contact opgenomen met ons, want zij is ook op de hoogte van de zaken die gezegd zijn. En zij is niet te spreken over deze situatie. Maar we komen op dat. We gaan nu even naar Powaka. Want vanochtend hebben wij dus een interview gedaan daar. We hebben een reportage gedaan van Powaka. Mensen protesteren tegen het feit dat ze een eigen dorp zo willen hebben. Er is al eentje, maar die moet plaatsmaken. Want traditioneel is er een dorpshoofd gekozen, geven ze aan. En het lukt maar niet, hebben de president bezocht. Natuurlijk ontvangen door de directeur, meneer Moensi. En men zou de zaak oplossen. Ze hebben gewacht. Er is een dorpsmeeting geweest. En toen hebben ze het besluit genomen om dus dan de weg te barricaderen. Op dit moment is de weg nog steeds gebarricadeerd. En het hele economisch verkeer al daar is gestremd. Mensen kunnen niet, er zijn zoveel trucks achter elkaar die naar binnen moeten. Maar die kunnen niet vanwege het feit dat deze inheemse ervoor hebben gekozen om de weg te barricaderen. We blijven de ontwikkelingen volgen. Wat voor de informatie die wij tot nu toe hebben, is dat de weg nog gebarricadeerd is. Maar goed, mevrouw Monique, welkom in de uitzending. Dank meneer Gerald. Bedankt voor het feit dat ik hier mocht zijn vanmiddag weer. Mijn bar alasma arkima lukumang. One sweet lobby odi. Met een beetje, hoe kan ik het zeggen? Ik ben niet bang, maar een beetje. Gemengde gevoelens. Ja. Maar voordat we naar daar gaan, wat vindt u van de zaak van. U komt voor Busikonde op, en neem naar de inheemse ook. Inheemse, ja. Wat vindt u van het gebeuren? Powaka. Dat gebeuren in Powaka. Als je in Powaka bent, dan kan je niet in Powaka. Want mijn man tegen de smaak de verkeerd bezig. Want ik de reti de feti ook toe. Dus alles maar zeven schietak. A reti voor unu. Zijn de man zijn een woorden geschonden. Anona tribale wang ade. Ook toe de inheemse. Ab te voortduren. A probleem. Nang a reti voor wie. Zijn de man is schende. Op een gegeven moment. Mijn man tak nang a den brada. Nang a den safu po waka. Den man nang a den pa. Me want to one beroep tap ding, make them de voorzichtig. Me no man tak den om fetigi de reti, want you reti you abif aksen im kising. Maar u moest de vaarlijk voorzichtig, u no gebruik geweld, u no make gebruik voor geweld, u zorgu no mo tak we toon dat u reti de mai schende de reti u no. U no abif libi free in uw gebied. Dem ma, dem sa, de tante, me want begu u tak nanga den brada zij ondersteunen, mek den nog gebruik geweld, omdat ta juro doro na amma ohoren bere baka. Ja. En asan dat e do we, e do me, en anobung, asan if you, da i muse las yup ching, you muse lasi brada, im lasi im masra, en e do we furu, en ku tak nasre feti we fet ete,
En abun verstandhouding uno man fene ete nanga densma sang eschende de rechte fu uno. Ma we begi ete na almachtige da meka yep uno fuka chawan krinko wan digu uno fuka libi rustig uka libi in harmoni baka nanga wisrefi isabi uka yep usref baka lek fa de bigi wan uno be yep desrefi telek uko a profeet no we kofira chwiti no. Okay. Ja. Mooi. We gaan naar ons onderwerp. Na het interview met u, mevrouw Monique. Ja. Wat zijn de ontwikkelingen? Hoe heeft men gereageerd op uw, tenminste op uw optreden? Met teken nomi wan, bedank omenisma, sami sap nanga sami no sap ook toe, voor haar ondersteuning, voor de bemoedigende woorden. Mensen amofon af mi, ma aboskopu ataki anof mi. Auroko disi na mi edweng na nga omentrawa ete na mi baka, ma auroko naf den bigi wanf u alam mala. Dus anodetak omdat na mi es donja of na mi e feti of na me ohor krutu, dan na mi feti nee. A feti naf den bigi wanf unu. Dus mi wan bedank unu. Mij wil bedanken voor ondersteuning, voor de bemoedigende woorden. Maar aan de andere kant weer, de woorden zijn commit me. Dan ik denk even van, waar gaan we naartoe? Ja, want ik ben niet alleen gekomen, opgekomen. Of mij nog kon tegen wie u reti, Sanskrit in alle dingen. En voor zich om een stukje mij op jou. Want op een gegeven moment, ik kon geestelijk, mij nog sap mij reti moro. Maar samen tegen nu ja brada nanga stana sansa de gedocumenteerd. Je hebt van de human rights, je hebt de universele rechten, die abi unu grondrechten, die abba vonnis voor unu nanga de collectieve rechten. Dus mine kota kwa sansa mino sabi, apispe mino sabi mino tak godapi. Maar pete mi leri pe mi sabi, ik heb ook rechten gestudeerd, mi beda hafo. Dus je kan ook mee voelen. En if je look for de sane go you ati e met muiti fa kata rein de na reti pasi da you strefe shi tak sane go bun na te you no aba bun firi da ye go mi na a slechte stroom a negatieve stroom ma if you ye no de so ye fir gewoon tak asan sef sa ja no bun na acidis na bun en na bun si na emite giwi black asthma. Oké, laten we to the point gaan. Want ik heb doorgestuurd van u gekregen een reactie van meneer Ravenberg. Ja. Hij is de directeur van SBB. Jawel. Hier staat, good morning. Heeft hij dit gestuurd naar u? Nee, naar een groep waarin ik zit. Oké. Hier staat geschreven, good morning. Dit krijgt nog wel een startje. Mijn jurist heeft mij al gemeld dat ik een aanklacht kan indienen tegen smart en laster, omdat hetgeen zij daar heeft aangehaald, bezijdens de waarheid is. Dus ze zal moeten rectificeren. Daarnaast kan ik in overleg treden met de PG om haar aan te pakken op basis van haar oproep dat men hout à la dol kan kappen en goud à la dol kan ontginnen. Dat is oproepen, tot anarchie en bandeloosheid. Ze mag haar borsten nat maken. Rafi, ik kom. Wow. Ja, dat was niet mooi. Maar laat ons dit bericht een beetje uitpluizen. Ja. Hij zegt, dit krijgt nog wel een startje. Mijn jurist heeft mij al gemeld dat ik een aanklacht kan indienen tegen smart en laster. Ja. Omdat hetgeen zij daar heeft aangehaald bezijdens de waarheid is. Over wat heeft hij het hier? Over hetgeen. Wat is bezijdens de waarheid? Dus de rechten van de grondrechten van ons, van tribale en inheemse. Bedoelt hij dat? Ja toch, en... Dus ik heb de mensen hun rechten voorgehouden en geïnformeerd. Of bedoel jij dat filmpje? Wat gezegd is over dat filmpje? Wat ik gezegd heb over dat filmpje, kan ik niet gaan rechttrekken. Omdat het niet kan. Het zijn onze rechten, tribale en inheemse. Het zijn onze rechten. De staat vertrapt het al. Toch? Om ons een beleid te komen maken voor ons in dat gebied. Dat staat al in onze vonnis, dat niet mag.
Ja toch, ik zit met zoveel documenten hier. Ja. De staat mag dat niet doen. Ja, maar hoe de staat heeft het recht niet. We kennen het vonnis, ja. Ja, de staat heeft het recht niet. In het vonnis staat dat wij zelf beleid moeten maken en wij zelf in contact moeten treden, afspraken moeten maken met mensen die van buiten komen om die activiteiten willen ontplooien op ons grondgebied. En pas wanneer wij ze een toestemming hebben gegeven, wanneer ze zich hebben gehouden aan de FPIC-regeling, de gratis voorafgaand geïnformeerd toestemming. Mm-hmm. Dat wil zeggen, je bent gekomen, meneer Gerald, mm-hmm. Je bent in Nederland, mm-hmm. makkelijk. Je hebt bijvoorbeeld een kapitaal. Je zegt, ik wil een houtkap doen, bosbouw doen en ik wil mijn mensen betrekken. Dan ga je niet naar SBB of wie dan ook. Dan ga je iemand zoeken die in de omgeving woont en vragen naar informatie. Dat traditioneel gezag. Oh, look, met dat Nederlands. Sorry mensen. Mm-hmm. Dat you know, go naar SBB of P1 go. En wanneer ik over SBB praat, dan praat ik niet over een persoon. Dan met dat ik over SBB, een instantie. Een bedrijf voor land hier. Je snapt het toch? En dan wat is maar met dat SBB is een instituut. Van de overheid. Dat je ook eens maar in het dorp. Dat je pot een plan voor je zei. Abi in een envelop. Dat je access maar deze toestemming. Voor kan chagogi een kapitein. Of een hoofdkapitein. Of een graman. Dan te de man vinding. Dat de man hoort de kru. Toet op de fasi. In het dorp of in een gebied. Dat de man hoort de kru. Dat de man lukt op. Oh, zo mens maar van roko. Oh, even na zo dat we moeten denken. En kruto na buskondre. Tegen bataki in ook bana no wo gwase. Bevindingen ook kong, suggesties, adviezen ook kong. Dus zo'n kruto kan hoor, te kwa her wiki. En als het, if I go om liggende dorpen, dan kan te kwa moe ook toe. Voor contact van besluit en voor doe zaak na nga you. Maar wat van me begrijp, mijn verhaal is me begrijping. Uh-huh. Maar wat meneer Raffi ook zegt, ja. Hij zegt bijvoorbeeld van, dat heb ook een regel aan het. Maar als je want daar bijvoorbeeld, oké, okay, traditioneel gezag, na alle die regels die maar volgt, je kunt tot een besluit, je mag. Maar dat je dan nog je stuit tegen SBB, tegen je tjaar, en hoe doe dat kon afvoten, want in op, zodat je doe dat. Oma stuit, ja. Dus want we komen in mijn territorium. Precies. Dus dat mag. Want ama, dus denk, abra een grens voor onukong in de maangebied, dan had de beleid nou je abie vooruit. Dat de wet of SBB moest roken. Maar mijn notaki, dus mamu mag go kot udu zomaar dat de begin. Ik heb gezegd, if faamus de, te u kot u udu in uw gebied. En om een jaar ik babus kondres mij kot udu. Abus in no kal, kappe kal. Lek van de tjade on de begin ondernemers ko ek kala busi, ek kappa busi kal. Ja. We hebben jaren, honderden jaren in het oerwoud gewoon, in het donker. Dat pe u libi mek om een sanito. Abu si no beka uno baba problem sa up no. Dan we so da yo tak binom sen misma fu go kapo udu ala dol. Ma yo e centras ma ye gas ma ome 2000 hectare a start. E gi as ma ome 2000 hectare da as ma krima herbusi. Ha? Dat meti no demoro ala fisi ala san e fernita. De fades ma muslibi doro. Dus te ulukatori to. Na de rechten voor onomi en verdedig. Ja. Na desma me informeer. Tak luku, mino stopsmaf no go actie gemeenschap bossen. Yo le kapten of basja, yo go actie gemeenschap boss aan. Yo go vragen aan. Dat die vragen aan, dat je moest denken, yo schreef bakatak, asan desnaf me, dus de mai tegi fu broko yo schreefi. De mai sorry of broko yo schreefi. Abepsa omen jarig ba. Maar bewust worden onze mensen niet geïnformeerd. Bewust worden onze mensen educatie niet kunnen onu sa aben van nodu. Want het is korobet de in a Beneland. Dem chimben leri de bo kisani fa bos bo wetak na tanga 5000 nomo ima giwansma. Dat den chimbo opotak ni mama di se kon moro lek 5000 hectare. Ja. Ja toch? Maar we worden niet geschoold.
En toko baka foto toko teka scoren, dan we vergeet also baka wa unu wango tijna dungro moro. Er is geen ontwikkeling daar. Dus daarom met dat me kusre falau udu. Suma wan baidae kon bayena unu ina busi. Omen u wan seren wan na unu udu. Da unu srefe bepaal a koers. Unu srefe bepaal a bedrag per kubieke meter. Maar het is de buyer die voor ons bepaalt hoeveel hij het gaat kopen. Dat is ook onterecht. Dat zei je even niet. Je kapo, je udo kanak, je omen risico's je lopen op dat pe. Dat de allemaal zou bij, ze sap omen nou sering. Dat komt bijna je voor een appel en een ei, dat je nog maar begin not moro. Je moet wel gaan kappen, want je moet voorzien aan mandati. Wat over ik het nu heb naar reality, naar true. Oké, maar nu zegt hij, je gaat moeten rectificeren. Oké, wat moet ik rectificeren? Dus dat wil ik je vragen. Wat denk je dat je moet rectificeren? Want ik, misschien omdat ik heb gezegd, dus een voorbeeld samhaal aan, ja. Waarschijnlijk kan je hier rectificeren. Als je het hier rectificeert, dan hoef je niet naar de PG te gaan waarschijnlijk. Dus. Maar zo maar zo PG om aan doen aan mij. Ik ben een tribale. Ja, maar als, mijn, als dan moet ze maar, dan moet hij naar het volkstribunaal gaan. U mag wel een tribale zijn, maar als je iets hebt gezegd dat niet klopt, moet je het rectificeren. Dus ik vraag me af, wat heb je gezegd? Dan moest hij duidelijker zijn. Dan moest hij duidelijker zijn in zijn schrijven om het aan te tonen of zorg me dat hij naar Asandis in het aan zit. Ik heb met hem besproken. Hij vindt dat jullie zaken verdraaien wanneer het gaat om het filmpje. Want het filmpje is eigenlijk bedoeld om de mensen te informeren, maar niet echt om mensen op te roepen om nomo houtconcessies te komen. Aanvragen. Meneer Gerald, motegi wasani, u allemaal danga kring verstaan. Mm-hmm. Ik heb gezegd dat filmpje is er al, toch? Mm-hmm. Maar dat wat verkeerd is in dat filmpje, is dat je zich gevoelsmatig dat die nou egireti ama etegu van moest go omdanging. Dat is wat jullie vinden van dat filmpje. Ja, dat filmpje mag. Hij mag meerdere filmpjes maken, zelfs voor de Maleisiërs. Hij mag ook voor de Chinezen maken, om voor ze te vertalen. Vader moest go om naar Abu Sifui. Hij mag, want hij is de staat. En de staat die schendt onze rechten al. Ik dacht juist dat hij zou zeggen van, Monique Seireke, eenmaal in Obelmi, ik had katori, maar kom ik ons don't tak even, want dat was verwarring de. Dat had ik verwacht van hem. Maar ik kan niet verwachten dat hij zou zeggen dat met fighting en al dat soort dingen. Ik ben verwacht voor zo'n man. Omdat ik bedenk dat ik me begrijp in soort permit motto. Voor ik vang me op dat ik me luk nu met de natrasi. Maar voor kan zitten. Isabito. Maar ik heb niks tegen meneer, tegen die man hoor. Ik wil zijn naam ook niet meer noemen. Omdat ik me op not nanging. En per PG ik kom. Dan ben ik op mijn volkstribunaal toe. Sasa fa verdedig me op grond voor me reti. Isabito. Want lanti, srana lanti, noman beoordeel of veroordeel was ma op grond voor de reti. Want ze hebben ons niet opgenomen in de grondwet. Op grond waarvan Aumang. Op grond waarvan Aumang een beoordeel Asandisi. Want we zijn, onze rechten zijn niet opgenomen in de grondwet. Ja. Lek van de mij met beleid nu ja. Na de egeretti sa den teki toch, met de meka beleid. Ja, ja. Wat ook niet mag. Dus na een respecti, de man, eigenlijk de man want beroofu poortap a gronfu nu, fu kan teka reti. Dus die luka sambo, na netlek unu ab rechte moro. Ja, ja, ja. Want if om arke amandi si mim rechtificeer sani, da mim tegi desmaf mitaki isap sang, Wogilanti aretif unu da ala sau wandu inabusi da ugo teki bahalfa apisi 50,000 hektare sana egon dompe de dorpu de presi de dat u wande de rest naf de ma. Maar dat kan ik niet doen. Want dan moko en gedrang no nanga a internationale hof toch sang gui sang fonnes a staat dat de schende de rechten voor unu. Dus alles waarmee ze bezig zijn. Eigenlijk Asandis, hij zou er niet mee geconfronteerd moeten zijn. Mm-hmm. Nu. Waarom niet? Omdat even na Biggie de Biggie Rocco tapping, dat Asandis Nobel van Prezet zou andersom zijn. Ja. Maar ze hebben nooit eraan gewerkt aan onze grondrechten. Vanaf NPS, de mannen Rocco nou grondrechten, ze hadden alleen maar onze stemmen nodig. Mm-hmm. Toch? Stemvee waren we.
Toch? We stemmen gieden om een troonstraf moro. Oké. Okay. Isabi. Ja. Maar niks is veranderd. Al die regeringen die zijn gekomen, ze hebben niet eraan gewerkt. En ze zijn gaan pluizen. De normaal go in die afvonders voor UNO. Ze mogen niks gaan herschikken daar. Denk als een grondwet juist, moest kijken voor korokken naar de afvonders. En natuurlijk, ik kon er draai, de grama van UNO natuurlijk, om Abif pas de aan. Maar dat is niet des persoon, na okay. Dat de band dat die. Oké, okay. Aan de lijn hebben we mevrouw Asawini vanuit Nederland. Oh. Zij wil ook inkomen wanneer het gaat om deze kwestie. Berto, is het zover? Mevrouw Asawini, hoe gaat het met u? Ik hoor er niet. Ja, goedemiddag Gerald. Gaat prima met mij hoor, gaat goed. Mooi. Goedemiddag luisteraars en kijkers van die TV. Ja, u wilt ook ingaan op... wat er is gezegd door meneer Raffi Ravenberg, sorry. Ja, ik hoor u heel slecht hoor. Ik weet niet of het aan de lijn ligt, maar hier bij mij is het heel erg slecht. Maar oké, okay, u wilde een reactie geven. Gaat u gang. Ja, hallo? U wilde een reactie geven. Gaat u gang. Ja, nou, wat ik graag wil zeggen hierover, op basis van die app wat meneer Ravenberg heeft gestuurd, gericht naar mevrouw Monique. Voor mij was het ook verbazendwekkend. Kotaki lasso afeitak aleg haar telefoon neer, die oude in haar interview. Maar ook toen hij daarna pogingen maakt via een app om iemand... En mevrouw Monique neemt op zomaar de letti, maar agolisi. Ja? Mij vind het vreemd en mij ben verwacht voor meneer Ravenberg dat het feit dat Ade Kotaki capabel genoeg voor kan lezen, ja? En ik denk dat SRF Bogo lezen voor ben Lukutag Eid. Die dingen wat mevrouw Monique zegt, die dingen wat mevrouw Asawini zegt, hoe lang had je bezig, ba, kom go lukken in hoever, kom go lezen doen onderzoek. En ik had niet verwacht dat hij zo een app zou sturen, waarbij hij zegt dat hij een aanklacht tegen mevrouw Monique gaat indienen bij de PG. En mijn president zei, oké, maar if you go dienst van aanklacht naar PG, punt 1, PG, als staat ze ernaar, not ik normaal rechten en wetten voor wie op in die grondwet. Ja toch? Want ze ernaar normaal recht staat. Dat op grond voor ze al beoordeel aan aanval, ja zo. Dus samen meneer Ravenberg heeft beweerd, dacht, mevrouw Monique, taxani sano eko over één. Twee, ano haal specifiek aan waarover mevrouw Monique Taki sano de correct volgens de rechten. Like sa ataki, want hij haal maar wet aan, hij taki de, want dit is de wet. En mij denkt dat over wet dat hij taki. Maar if me, want a wet, a grondwet voor bosbeheer voor 1987. Mi wan halen specifiek aan wat dat deed in die samen kafonnes. Ja. Na a wet ook te voor bosbeheer 1992. Na a mijnbouw wet voor Sernang. Alla de san dat die atekopina samen kafonnes. A internationale mensenrechten gerechtshof. Ontkrachtig alle dingen grondwet die zie, de potentap in strijd naar de rechten voor inheemse tribalen. En akkeur af door een hof, een internationale gerechtshof, en dat naar Morobidio, hof, sade in een regio voor Amerika, Amerika, over mensenrechten. En a veroordeel Sernang op basis van de grondwetten voor de dag aan de compleet. En de veroordeelde dag, je mag pas de grondwet die toe naar tribale, naar inheemse. Het staat er in het samenkafonnes. Dus op grond van soort wet, meneer Ravenberg etakie, mevrouw Monique spreekt in strijd tegen een wetvoeding. Dus dan, dat is de vraag. Op grond voor soort wet. Want if I go om een grondwet voor Sernang,
A grondwet fusserna en a hoedanigheid sa de no-no jaso, de no mag fu passe toe na tribale na a inheemse. En daarom meki krachtens dat die a hof taki de schende a recht fu eigendom. En dat is artikel 21 voor a universele rechten van de mens. De schende a recht dat die dus recht op eigendom hebben ze geschonden. En dat serna en nadrukkelijk a hof tegen serna taki je moest go respecteren. Eén. Je moest go eerbiedig desma. En je moest garanderen desma dat je respecte alle de reti voor de die broko. En dat zien wij dat juist niet gebeurt. Nee. Weet je toch, meneer die zei, ik kon aan een wet, ze een hof, een Inter-Amerikaanse gerechtshof veroordeeld. En tegen de takkie, na een wet die we in handhaven na dit maar die grondgebied, dat we schonden, jullie hebben het geschonden, onze broeking, een recht op eigendom. Want jullie hebben geen inspraak op het grondgebied van inheemse en tribale. En daarom ik FPEC, mij herhalen het om lezen. A FPEC kom, is in het leven geroepen voor waarborg de natuurlijke hulpbronnen, ja, zo, gidesma in de grondgebied. Zodat als staat, nou mag moppen gewoon morgen dat we go voor programma uit of beleid uit, of we go die concessie in het grondgebied. Ook toe aan Inter-Amerikaans Hof tegen Sernataki. Alle de concessies zijn bij die voor 2000. Je moest herzien. Nanga de smajaso, dus nanga tribale inheemse. Dus aan de juwade bepalend a commissie. Nee, de smadis moest de ini a commissie. En samen, dat we go luku baka de concessies aan Sernagi. En if de no waka volgens Sarichter reti voor de sma, dan moeten ze worden ingetrokken. A hof tegen ze na toe dat alle concessies zijn in die. Na 2007, alle de de moest trekken de in, de maar na 2007 moeten ingetrokken worden, want dit dat de illegaal. En tot heden, vanaf 2007, ook al om een jaar, we zitten nu in 2024. De sand is nog vooruit, het is aan de regering die is ja zo maar, alle de tra regeringen naar visie. En dan meneer Ravenberg het toch over de wet. Een soort wet, een nationale wet voor Suriname. Ze hebben pas toe op een internationale wet naar recht voor tribale naar inheemse op dit grondgebied. Dus daarom heb ik eigenlijk samen, want meneer Ravenberg, aangezien hij goed geschoold is, me achterwaardig vind dat ik ago bestudeer. En stukken aan een wijer, want doen we oproep naar alle dingen, boos congresman, in die saleri, isabi lezen, isabi taalbegrip, ima begrijp sa, te ilezen, ima poer en baka. Mi want accident aan respecti. Met de go stukken, asa maka vonnis. De rechten voor tribale naar een inheemse. Met de go stukken, de universele rechten voor de sma. Met de gostuka de verdragen zijn ego over tribale naga inheemse. Dat de ook om begrijp dat de abi wat tranga reti sa wie moest mek moeiti roko naga etap wie grondoti fu chara economie fu abus kondre ko vooruit. Yeah. Want dat nou af de bigi probleem zou abi hebben, meneer Gerald. Yeah, yeah. Dat die wie de pchita gwa skoro stuka we vergiti fu goleri sabi sanaf u. En van wie moest roken aan je future ontwikkeling in wie grond die dat een grondgebied voor Noord-Demoro achtergesteld. Want soma is zorgen dat mijn grondgebied in ontwikkeling. Je a individu sa etan dape, sak mo of sak mo po voor een grondgebied dat die. Okay. Maar je moest go met moeite sapsan voor de rechten voor je grondgebied. En dat je je lever maar bijdragen terug voor de biggest maf je mo po. Ja. Want en wat is dat tegen de smafu salari? Wanneer ik kota paramaribo, kom tak, wanneer ik familie de jamida Europa. No leri voor Europa. Maar mi no mag vergeten mik mopo. Want a traditie voor Europa, nanga alle mentaliteit, nanga alasa no matron voor mi.
Okay. Want mi ab mi egi kulturu, traditie. En al wet e tegi ook tot het ilesa universele rechten van de mensa. Tegi ook dat, you know, mag las you identiteit, suma na you, you kulturu, alesa. Want dat e make you the one human being. Maar if de smafu e lasi, zo dusdanig dat te de te kaleri na Paramaribo of ergens internationaal. Dat de vergeten voor gostuka zijn de rechten op de grondgebied voeden. En voor mij moet je dat een grondgebied voor de kont tot ontwikkelen. Mevrouw Asawini. Want dan sta je sterk. Dat, mevrouw Asawini, ik zit met een vraag. Ja. Ik vind uw uitleg mooi. Maar ik zit toch wel met de vraag over de uitzending. Waar ziet u die ernstige bedreiging van meneer Ravenberg concreet? Nogmaals? Waar ziet u in dit bericht die ernstige bedreiging van meneer Ravenberg? Kijk, omdat Luke Motegi, attackie in het bericht, attackie, het heeft nog een staartje. En heeft mij herhalen over mijn persoonlijke ervaring, nanga kotaki a staat sernang. Van de zet me uit akondra, vast van de behandel me, omdat me ik kom op mijn rechten. Dan vind ik het heel serieus, want hij zegt nog, het krijgt nog een staartje. En elk woord en elk komma voor de uitspraak van mij, het is heel ernstig serieus. Omdat één, tijdens haar uitzending heeft hij duidelijk aangegeven dat hij boos is. Ja. En dat hij met niemand wil praten. En vervolgens haalt hij in zijn bericht, in zijn appbericht, haalt hij aan dat hij naar de PG gaat. Wel, misaptag naar PG, naar een hof voor ministerie, sorry, misaptag naar PG, naar een ministerie voor justitie en politie, bij zijn RBT, konami tapu, send me naar een vals paspoort, voer me uit de kondre, schrotte me, ontvoer me. Het gaat om dezezelfde PG-orgaan. Die meneer Ravenberg haalt aan tegenover mevrouw Monique. Dus ik praat niet vanuit Samiere, maar toch over de ervaring die ik heb na een staatsernaam. Voor het feit dat ik kom op die de rechten. Voor mij, mijn cultuur, mijn sma. Die me kom op die de rechten voor de, ben ik letterlijk aangevallen door de staat Suriname. En meneer Ravenberg vertegenwoordigt de staat Suriname, want in Aurokosa Aido in een hoedanigheid als SBB, nou een werkarm voor een staatsernang, voor een regering. Dus als hij zulke uitspraken doet, vind ik het ernstige bedreiging, omdat mijn sap een handelwijze die de pas aan naar mij. Die me bij tag a true voor de retti voor desma en die me kom op gidesma. Okay. Dus dat is het bij mij, okay, waarom ik het heel ernstig aanneem. Ik heb met meneer Ravenberg in de meantime ook gesproken. En hij heeft gezegd, er zijn zoveel gesprekken geweest in de meantime. En dit ding is al zo een beetje besproken. En dat ga ik bang. Ja, dat is ook bang. Ja. Ja, dus cool. Moeten wij het afsluiten? Van Mataki, weet je, Afanikba, hij gaat niets meer doen. Is dat een geruststelling? Hij zou het, net als hoe hij het publiekelijk heeft gemaakt, meneer Ravenberg, laat hij weer een app schrijven. Of laat hij een schrijver richten naar al die appgroepen waarbij hij dit zegt. Waarbij hij zegt van, hey, ik zal het laten rusten. Mm-hmm. Begrijp je? Mm-hmm. Want dan op mijn woord, op papieren, PS-richttakking en naar schrijving. En dat kan iedereen het lezen. Gewoon zeggen aan derden of aan individuen, daar ben ik niet van overtuigd. Want dat publiekelijk Sani Aidu, dan zou het goed zijn dat hij dat ook publiekelijk meedeelt aan de gemeenschap. Ja, ja. Dus amoro butak mika tegi aan gemeenschap, nelik vast skrif aan app, go in de appgroepen, mika skrif baka in anga. Mika skrif baka go in de appgroepen, dat is maka lezen, dat ga ik bopone, en alla de woordus abetaki, hij trekt de in. Dat misschien, ik weet niet of dat zijn bedoeling was, maar dan heb je de menens, mijn hoping, want daar hebben we goede vertrouwen in. Maar laat je het weer schrijven, ik kan schrijven, go back in de appgroep. Bent u dan ook dezelfde? Dan zijn we daar een beetje overtuigd. Bent u ook dezelfde mening toegedaan, mevrouw Monique? Ja, precies, klopt, want hij heeft het gezegd aan u, maar ik heb niks meer gehoord als het zo is of niet.
Dus u bent niet op de hoogte daarvan? Nee, dat heeft, you know, er zijn ouderen, is dat mijn buskondres, maar dat de begin van met dat takangi, met mijn rust, maar mijn obe a probleem, meneer Gerald. Mijn obe a probleem na uw rechten, u bent verdiend. Na een kom, is dat toch barstas aan uit, maar we hadden geen probleem, we waren bezig ons een taak in te vullen, want zou we doen, na de smaak voor ons aan ons afdelen, we tegen de voedersref, nog go in een fout, zoals staat ego. Dus, mino be ab no one probleem. Nanga amang. Dus, if a tank no tank out do san nanga mi, dan me ask myself op grond waarvan. En if no afen tank alibatori, wana embechara ajugu-jugu. If a tank alibe, dan moet hij me wel het gevoel geven van, ay, ay, ay. Nu heb je dat gevoel niet? Nee. Ik heb dat gevoel niet. Ik heb dat wel bang? Niet, allee, bang ben ik niet. Omdat a true no kan meng mi vrede. A true sa me tak gimisma. Give me biggest, my sami biggest, my 50 omen yari, last omen brudu, watra ay omen so sami sap omas ma last dem belangrijke lichaamsdeel. Dat ide mele kwa omas mas donf taka sanja da mo frede, mi no frede, ma amu sorgo taki, abedreig mi, ma anome wa abedreig, de wortu sa taki mim nad mi borzu. Na omens ma es de lukuf, meko lukuf a onaten borzu. En onder ons bus kondres ma, uno gwenteng, dat wat hij heeft gedaan, ano pak hem bo aan, abem gawan grama wan mi ab mi kapting, mi ab mi grama, da abem gwading, da beta kasan sa munike du no jane euroko, wana anat volgens traditie euroko, da de mabo karmi kontaki si sa munike ino dubung, da mangen takusek ano abum brada ya leti, maar de reti im saptaki inom kau reti en fes de mi bote egentu. Maar atreke worde en ala, maar heeft het niet gedaan, heeft het bekend gemaakt. Publiekelijk. Omdat ik tegen jou of kan ik tegen jou anders maar tak ou libatori dan min tak ai atori libi. Mie denk dat ik nou een kapitein toe. Vandaar kan een kapitein staan in België, hoe heet hij? Een kapitein in België? Of Nederland. Is het kapitein Mutu die vanmorgen ook met mij gebeld heeft. Ja, ik denk dat hij gesproken heeft. Hoofdkapitein Mutu, hij heeft ook met mij gebeld. Ja, dus... Maar nu moet ik iedereen gaan vertellen dat als aan stop. Ja, mevrouw Fawini? Mag ik voorlezen wat kapitein Mutu aan meneer Ravenberg heeft geschreven? Wanneer heeft hij dat gedaan? Gisteren. Hij heeft, wanneer? Gisteren? Gisteren, ja. Gisteren heeft hij dat gedaan. Laat eens horen. Ja. Oké. Dit is namens kapitein Mutu. Beste meneer Ravenberg, in het kader van onze telefonisch gesprek van gisteren kom ik terug met het volgende. Als u gelooft in democratie, als u gelooft in mensenrechten, als u gelooft in gerechtigheid, vrijheid en vrede, als u gelooft in het vrije woord, dan mag u niemand beletten om te spreken. Ik had u gevraagd om te stoppen met hetgeen waarmee u van plan was. U had gedreigd een rechtszaak aan te spannen tegen mevrouw Monique. Naar mijn inziens en oordeel heeft mevrouw Monique niets persoonlijk tegen u gehad. Het is belangrijk dat u onderscheid moet kunnen maken tussen het beroep dat u uitoefent, de functie die u bekleedt, en uw persoonlijkheid, dus leven tussen haakjes. Als mens behoort u tot de groep der nakomelingen van vrijgekochte mensen in Suriname. Tot diezelfde groep behoort ook mevrouw Monique en mevrouw Asawini. In hun hoedanigheid komen zij op voor de rechten en de belangen van de mensen tot hetzelfde groep waartoe u ook behoort. Zij hebben het recht om te spreken. Dat recht mag uw dienst of uw functie van de overheid hen nimmer ontnemen. Uw functie bij de overheid is politiek gekleurd en tijdelijk van aard. Maar uw persoon als nakomeling van de Fema Pansu blijft altijd, zelf ook na de dood van uw lichaam. Meneer Ravenberg, wees een dappere zoon en zwijg. Wij als nakomelingen van vrijgekochte slaven hebben elkaar nodig
zich te verzetten tegen onrecht en een betere toekomst te maken voor onze nakomelingen. Dat bereiken wij niet met geweld tegenover elkaar, maar met liefde en het vrije woord. Onze mensen kennen hun rechten sinds... Onze mensen kennen hun rechten niet. Punt. Sinds 1760, 1762, 1767 hebben wij een vrij grondgebied met veel rijkdommen. Al jaren hebben regeringen onze rechten geschonden. Nu gebruikt de politiek onze eigen mensen in verdeeldheid en heers. Laten we elkaar niet uit het oog verliezen. Wij hebben nog een lange weg te gaan. Het is een goed idee. Laten wij elkaar niet uit het oog verliezen. Met geweld bereikt u alleen ellende. Ik wens u en hen die u lief heeft een liefdevolle dag toe. Groet, kapitein Mutu. En dan komt het meneer Ravenberg heeft geantwoord op dit schrijven van dit zeer gewaardeerde kapitein. En het is een hoogwaardeskapitein, niet een kapitein van, het is een hoofdkapitein die dit naar meneer Ravenberg toe heeft geschreven. En dit is zijn reactie. Goedemorgen, kapitein. Jammer dat u niet boven partijen kan staan. Dus laten wij het hierbij laten. Ik hoop dat u ook gelooft in democratie. En hoop daarmee alles te hebben gezegd. I rest my case. Have a nice day. Dat was het antwoord van meneer Ravenberg. En tot hier toe wil ik het hebben. Dank u wel, mevrouw Savini. Ja. Oké, en zo hebben wij dus dan vanuit Nederland gesproken. Oh, dit is zo zwaar geladen, joh. Heb je dat? Ja. Ja. Moet ik me dan... Moet ik dan geloven in het feit dat hij gezegd heeft? Want dat wil zeggen dat hij niet eens heeft geluisterd naar wat de hoofdkapitein gezegd heeft. Ano, Arkisa is de kapitein Taki, dus Amman no de bovenpartij. Hij vindt dat die man, ik weet niet. Maar dat wat hier geschreven is, voel ik me nog steeds niet veilig. Ja, ja. Nee, ik kan me niet veilig voelen. Ja, ja. Ja, je weet gewoon niet wat je ervan moet zeggen, hoor. Maar iemand schrijft, ja. Iemand stuurt een vraag hier. Misschien kunt u erop ingaan, want ook in Suriname heb je mensen die bepaalde zaken... voor wie bepaalde zaken een beetje onduidelijk zijn. Ja. En bij het uitleggen kunnen mensen zaken beter begrijpen. Grijpen, ja. Iemand zegt hier, mijn vraag aan deze mensen is... Mm-hmm. Wat als de Okaners maar wijnen nemen? De Saramakaners, het Saramakaans gebied. De Hunistanen, Nikeri, Javanen komen wijnen. Stras, Kriolen, Paramaribo. Hoe gaan we dan verder met het land? We moeten niet op een tour gaan om Suriname verder te verdelen. Suriname is één en hoe verdeeld zegt deze persoon? Ik denk dat het de juiste uitdrukking is. Mama, hoe reageert u hierop? Als maar dit nog verstaan, notief zou het taki, als ik duidelijk moet zijn. Dat wat er nu speelt. En dan was het niet idee of 100 jaar geleden. 1760. Dat de koloniale overheid teken verdrag naar Okaners. 62 zijn met Saramakaners, met alle naties. Mm-hmm. Nu ook, het woord stam gaan we niet meer gebruiken. Omdat one word money gebruikt stam. Ja, no let voor een stam. Ja. Wij zijn ook geen leden van een stam. Wij zijn een natie. We hebben verschillende naties in het binnenland. Mm-hmm. En wat er nu gebeurt, wat die meneer hier zegt. Laat hij even teruggaan. Dat is niet lang geleden. Toen had mevrouw Di Nota een stuk, het gedeelte van de Nikeri rivier of Quarantaine rivier. Toch? Afgestaan, een concessie of vergunning verleend aan iemand daar. Wat hebben ze daar gezegd? Waar was deze meneer? Daar zijn er geen verdragen. Ja. Nikeri behoort tot het geheel hier van de koloniale overheid, dat geoccupeerd gedeelte, dat men de Republiek Suriname noemt. Deze meneer of mevrouw moet ook gaan lezen. En de Nikerianen zijn opgekomen voor Nikeri.
Ze zeggen dat Nigeria is voor de Nigerianen. Laat mevrouw Brunswijk, of ja, ik mag geen namen noemen, maar laat de Marowijnen nemen, laat ze hun dingen daar gaan doen. Je sprak is gedaan, ja. Oké, okay. Maar wij hebben het niet uit onnotakken uit hoofden voor het feit dat Utanja 100 jaar is, of Utanja... Nee, onze voorouders 17... Denk even nou, we leven nu in 2023. 24. En de verdragen... die gesloten zijn met de koloniale overheid, zijn in 1760, 62, 67, noem maar op, gesloten. En het zijn verdragen, het zijn geen afspraken. Ja. En wij willen geen Marowijnen van Kotika, dat gedeelte van Marowijnen, valt onder de Gramman der Okaners. Wij in het Kotika-gebied vallen onder de Gramman der Okaners. Saramaka valt onder de Gramman der Saramakanen, Brokopondo naar achteren. Wat deze meneer of mevrouw niet kent, is dat er verdragen zijn. En waar er een vonnis terecht is gekomen, dat wil zeggen dat er rechten zijn die geschonden zijn. Dus het maakt niet uit. En dat wil ook niet zeggen, want er staan ook toe. Anno, want dat is een grondwet ontnemen, de rechten voor UNO op, dat ze erna op praten. Nee, we gaan beter gebruik kunnen maken van de gebieden. Ja. Ja, toch? Afstemming op pleeg morgen en het zal vastgelegd worden op papier. We hebben niet gezegd dat als de rechten van ons zijn opgenomen in de grondwet, dat bijvoorbeeld Nigerianen niet meer naar Marowijnen mogen of ook niet meer naar het district Brokopondo of Sipaliwini. Daarvoor is de mens bang en daarvoor is de politiek ook bang. Ja toch? Omdat ze weten hoe ver ze zijn gegaan. En als alles teruggedraaid moet worden, gaat het niet zo mooi zijn. Dus daarna deel en heer, ze proberen ons uit elkaar te halen, alleen om ons te vernietigen. Miboskopu sambe aptide ook toe, gidens maf mi sambe konja, laat het gelijk aanhalen. We hebben maar 5 minuten. Het kan niet, het kan niet. Miboskopu sami chakon gidens maf mi ja ook toe, nadat om ons waken over de gebieden van UNO. Vanaf Djukaliba, Tapanahoni, Aluku, doen beroep op UNO, Gramang, kaptein, Basia, Volku. U wak voor een gebied voor UNO, want no ushi, dat UNABIS maar zij wak over uw gebied goed. Op den pesi voor wie, opo. Dus no runa, UNO zijn abeng, en u abeng terecht mensen. Asama kafonas de jaso mi of mosorgu taki mi pluise uitgu pispisi in video filmpjes na app notes, to voice notes. Dat usa precisa asama kafonas ehowa in. U wak over u gebied, want desma sam u jepunu fu pewetano vernietig, uno abding. En no ade duidelijk tak uno abding, want na wan smaf sam moto dipi dat say. Kolleri kwas koros revi. Ne wan kir misan geborak leta kotika ja krosbe fo foto. Sa juist no bem sab mi reti. Ne eba dreig mi no ti dena de fo de reti fo de gansa ma fo mi nanda. Wan kotika heef bijna niks meer ook. To? Ma a reti fo desma fo mia okanisi na sama kana matawai. U kibi u pesi. Wo nema antaki so men desma sangoen de fouten de no be sabi. Door onwetendheid, de nobe abba kennis, make them go in de fouten. Daarom, make a organisatie DC, sami e taggi e nono, lek woordvoester, lek trekker, o organiseer een grand crew to de karen conferentie. Dat densma voor mij, mi wan doan beroep tapu, alla del sigisi liba de sigisi nasi, fu we go do de enhimse. Taku abi for one grand crew na ngala den gama fuanga ede kabite basia fiscali. Fus don takanga de ala den kruno organisasis de yepi ubeschera ma urwot fufu anokaba. We hor one grand crew en a moro belangrijk pisi insi unabis mafu gosuku donasi. Unabis mafu gosuku funding en we gaan het niet doen. Ik go om u eigen belang, u eigen groreti, u eigen gaman, fuanga den kamitis don taki yere fa omus gofara. Dus daarom tide, a flyer oko ete, a datum, u andue in wan bepaalde mu a flyer oko ete, pe u ap tu bankrekeningen,
dat na voor een stichting sa de baka organisi, sa euroko samen na een stichting ma jong, dat na a stichting dat je abe een bankrekening na ING, a bankrekening nummer na 0675582970. Eto wa leesi 0675582970. Dat na a bankrekening fe in Nederland. Alas ma sa de Nederland, België, wan me kwa moni over fu hora kruto disi. Kam pota moni go dape et sal behohoude worden. Usre fo shitaki, usabi du usani, usefi poi du usani tu. En in Suriname zullen we maar één bankrekening hebben. Een Surinaamse SRD bankrekening. En een US dollar rekening. Dat gaat van de Stichting Investeringsfonds Binnenland. Een SRD bankrekening, dat naar DSB, naar 260-1826 SRD, 260-1826. En een US dollar rekening naar 260-1877. Mensen, alles maar. Vooral de brada na asasa de nou in contact de moro crossbay fa busi. U meki u roko tranga wis na wan fe folu wis na wan tin folu. Meku usrefi horu krutu. Omdat u musluku tak fana fa bigin. Alas asma mus dugi yu. Ay konsuku ansani na yu baka. Omen sani kir den stehtenga na nga den grama fu de kaptenja. Na tjasma u kon duasani we fergitif aksitak ef na frey blijfend. Afu soso ye duasani agimi. Di baya bedi agimi na fu soso. Awagi di baya gimi jasa. Fu say baya gimi sa mim duangin. Min ino suku ansana mi moro no. We fergitif aksi. Dor dankbaarheid sa kafasi da we teki u gida. Ma da tamara. Asma be amne mbaka ide fuseje idu asani giyu. Da tamara cha kwa yu da kanyap chinsan sa u aksi yu kankiri yu. Ano bigile kia wagi ofu asanja be du giyu. Awam chinsan ya uko aksi yu di sabita kef mi jasma asanja mi dede. E ino matak nono. Moro le ki seri libi ibayu dede. Darom me aksi alambus kondresma. Alukun juka pamaka samaka matawai kwinti. Angala de en himse balang asa. Taki mi giden bankrekening door a flyer o do ronde. E fu apwanti sensi fu potien fu srefi organiseru krutu. Buitenlandse organisatie sana bus kondres ma en himse tribale de voorzitter abi. Me doan beroep ti de tap unu fu mekwan versameling u stortwa moni tap de tu bankrekening disnomo. Fu sorgu tak u hor wan gran krutu giden gran man fu anga de kapte de basha anga de foluku meku takanga usrefi om dat uiteindelijk meku usrefi duwan sangi usrefi. Meki lantino du sangi umoro de duengu dat te tek moro furu. Meku sorgu tak u duasan disi da wo yere moro fara fa ugo pe akruto hori fa au hori en sawo afan udu fore. Okay. Mensa ek bedank jullie allemaal. Voor haar ondersteuning in de Walisi. En mijn actie haar ondersteuning gaat door. Want uiteindelijk. Na mij het taki maar wordt u aan of mij. Als mijn samen bedreigt mij. Mijn firma bedreigt mij. En mijn sap taki maka. No mu scrap mij. Want if we zijn doen mij. No no de. Mij abie mij bij. Mij abie mij lo. To. Dan na een. Na odo aan mij. Dan tenzij. Ago piki baka taki. Asan sambe taki dape wabi. Pardon, pi misi mino anopsa. Baso langa dat no do, mi abimi sama ami baka eke fabi fie sama ni baka tu. Gantang ifu. Mevrouw Monique, wat is uw familienaam? Simon nog steeds. Mevrouw Monique, Simon in deze uitzending. Eerder hebben wij mevrouw Asawini Edenburg gehad. Ja. In deze live uitzending. Waar deze, tenminste deze mevrouw Monique voelt zich bedreigd. Door uitspraken gedaan door de directeur van SWB. De heer, de heer Ravenberg, Ruben Ravenberg, geen onbekende bij DTV. Ik wilde hem ook spreken, maar hij zegt van, dit is een gepasseerd station. Okay. Hij heeft al deze zaken besproken. En Amalib Desanigba, dus hij zegt van, hij is niet meer op die tour, zegt hij. Okay. Dus dan gaan we hem niet krijgen in de uitzending.
Maar mevrouw Monique heeft haar betoog gehouden. En we nemen dat mee. Ik ben Gerald Harderwijk. Roberto Orpskerk is de cameraman. Als je nieuws wil hebben, dan moet je afgestemd blijven op DTV. Tot zo.